Ze zijn de beste van Vleuten, de beste van Utrecht en van Nederland. Deze voetballers van PVCV Vleuten, een team vol sterspelers. Afgelopen seizoen waren ze op hun allerbest. Tenminste, bij de grote clubactie. Geen andere sportvereniging in Nederland verkocht meer loten dan zij. Gewoon doorgaan. 11.300 loten. Goed voor bijna 35.000 euro. Komt vooral door dit jeugdteam. Samen verkochten ze 565 loten. En Joep was de ster onder de sterren. Nou, ik heb 417 loten verkocht en daarmee heb ik ongeveer 1000 euro opgehaald. Ik heb niet alles in eentje gedaan, maar opa heeft ook heel goed geholpen. De grote clubactie werd dit jaar voor de 49ste keer gehouden. Leden van sportverenigingen verkopen dan loodjes voor de grote clubactie loterij. Daarmee verdienen sportverenigingen een beetje extra. Dit jaar deden zo'n 5000 sportverenigingen mee en verkochten zo'n 300.000 leden loten. 80% van de opbrengst gaat naar de eigen vereniging. En dat extra geld kunnen veel sportverenigingen goed gebruiken. Door corona kwam er dit jaar veel minder geld binnen. Bijvoorbeeld omdat de kantines dicht moesten. Ook bij PVCV. Ja, natuurlijk, kijk, corona helpt niet mee, hè? Dus kijk, op zich hebben we er wel last van, maar valt het nog wel mee. We hebben eigenlijk te veel teams bij PVCV, dus ja, eigenlijk een groter hok zou eigenlijk heel goed uitkomen. Wij geven niet op. Niet als we bij één deur langs gaan en dat we dan geen loodje hebben verkocht. Wij gaan dan verder met loodje verkopen. Dat is denk ik de reden dat wij zo ver zijn gekomen met loodje verkopen. Topscorer Joep verkocht zijn loten door gewoon van deur tot deur te gaan. Ik vind het leuker, gewoon lekker frisse lucht, lekker naar buiten. En dan gewoon daar bij mensen vragen als ze willen verkopen. En dat vind ik leuk. Toch is dat recordbedrag van meer dan 10 miljoen euro vooral gehaald met de online verkoop. Bij de vorige clubactie kon dat voor het eerst en was het even wennen. Dit jaar werd er juist mee geknald. Door leden als Tigo die online op hun best zijn. Best veel lood online gekocht omdat mensen dat handiger vonden dan via het boekje. Want dan verkoop je veel meer loodjes dan dat je dat zou doen als je gewoon in de wijk of in de buurt rond gaat lopen. Zo heeft elke speler zijn eigen specialiteit. Misschien wel juist wat dit team zo goed maakt. De jongens genieten er volop van. Het voelt alsof je een held bent. Nou, dat zijn ze ook eigenlijk wel.